Kort genomen. 1-0. Prachtig ingekopt door Pauwen. Zijn 25e goal. Loepzuivere paas van 1-0. Perfect ingekopt door aanvoerder Pauwen. 2-0 Feyenoord. Vlak voor rust. Belangrijk moment dus. Belangrijke goal. Pauwen. Lekker hard. En een mooie goal ook, zegt Van Pauwen. Opgeleid bij PSV, via veel stations beland bij Feyenoord. Dwars door de muur, over het natte gras, 0-1 in de 23e minuut. Hoewel ook Pauwen een flinke aanloop neemt. En het wordt ook Pauwen. En het is 1-1. Patrick Pauwen. Verwoestend hard. 1-1 en nog een minuut of 20. Van Gozen tegen Jochemsen. Dan wordt de vrije schop snel genomen en is Pauwen vandoor. Thomasson is bij hem, maar Pauwen zal wellicht denken, ik doe het zelf wel. Want als je maar die deen geeft, weet je het nooit. En Pauwen is trefzeker. Steviger duel ingegaan dan Galasek. En dus komt er een kans voor Feyenoord aan Pauwen. Dat hij normaal gesproken vooral gebruikt om te lopen. Een daadkrachtig doelpunt en het telt. En dan is hij toch in ieder geval een doelpunt waard. Dit zijn de momenten waarvoor hij in het veld staat en hij maakt het waar. Maar is het 5 minuten voor tijd nog genoeg voor Feyenoord? Patrick Pauwen. Een donderslag. En daarmee geeft Feyenoord en Patrick Pauwen in het bijzonder aan dat het toch niet met zich wil laten sollen vandaag. Dat het de punten niet zomaar cadeau wil geven aan Vitesse. In principe het domein van Patrick Pauwen. Twee seizoenen Fortuna. En wat een knal en wat een goal.